Geen tromgeroffel en trompetgeschal bij het behartigen van de belangen van onze kantoren. Belangenbehartiging is meer dan alleen maar roepen wat je van iets vindt. Daar bent u als SRA-kantoor niet mee gediend. Door stelselmatig, vanuit eigen kracht en deskundigheid, met de stem vanuit de praktijk, het verhaal te vertellen van de grote en kleine accountantskantoren en ondernemers in het MKB, bouwen we respect en autoriteit op bij de uiteindelijke beslissers in deze wereld. En daarmee zijn we aardig op stoom. Er wordt naar ons geluisterd, in Den Haag en elders. Belangenbehartiging, misschien wel het grootst bewaarde geheim van onze vereniging. Wij doen heel veel aan stille diplomatie. Wij komen naar buiten als het nodig is. Soms denken kantoren van, waarom doen ze hier niks aan? Maar wees ervan verzekerd, via MKB Nederland, VNO-NCW, de politiek, het ministerie, alle andere gremia die u maar kunt bedenken, ook in alle consultaties die er zijn vanuit onze beroepsorganisatie, daar reageren wij op. En wij zijn bezig in uw belang om te zorgen dat uw kantoor goed wordt ondersteund en dat uw beroepsuitoefening in die kantoren maximaal rendement op kan leveren. Dus wij doen er alles aan en wij doen het ook met plezier. De speerpunten voor onze lobby worden telkens aangepast aan uw noden en wensen. Maar de speerpunten van SRA hebben altijd als doel dat de SRA-kantoren en MKB-ondernemers goed kunnen functioneren binnen een optimaal economisch klimaat. Wij zoeken daarin continu de samenwerking en zijn oplossingsgericht en vooruitdenkend. Als SRA zijn we ook heel vaak betrokken bij allerlei dossiers. We praten heel veel met het managementteam van de Belastingdienst, met het ministerie. We proberen daar in allerlei wetgevende, maar ook in allerlei gewone praktijkzaken betrokken te zijn. Meestal wijst men een aantal dossierhouders aan. Wij als SRA proberen dan minimaal één van de twee te zijn daarin. We hebben bijvoorbeeld de werkkostenregeling en pensioen en eigen beheer. Hoe is dat toezicht, om maar wat dingen te noemen. En bij pensioen en eigen beheer hebben we de afgelopen paar jaar duidelijk geprobeerd mee te blijven denken en te praten. Je krijgt niet altijd je zin. Sommige dingen bereik je wel, andere niet. In het werkkostendossier hebben we samen met de NOAP hebben we dat opgepakt. En hebben we echt, denk ik, heel veel bereikt. In het noodzakelijkheidscriterium onder andere. Maar ook in wat andere zaken daaromheen. En je probeert dan zoveel mogelijk recht te doen aan waar wij in de praktijk tegenaan lopen.